hier is Kim. Kim die klimt er gewoon op en dan gaat ze aan de bak wennen. We hebben een bal, een bekken, een drukbank, een spiegel en gepaard met een lach. En Roos. Zonder Roos gaat het hem niet worden vandaag. Nou, we hebben vorige keer al een keertje gewerkt en ik ga nu eerst even naar ze kijken hoe het nu gaat en aan de hand daarvan gaan we kijken wat we gaan doen. Dus waar ik bij Kim aan wil werken is iets meer ontspanning in de rug. Die ontspanning die gaat ervoor zorgen dat het paard in de rug ook nog iets beter kan ontspannen. Meer ontspanning in de rug en wat meer tonus in de buikspieren zorgt ervoor dat de hand nog ietsjes richting de mond in kan werken. Waardoor dat de aanleuning die nu eigenlijk al heel goed is nog iets lichter kan worden. Van daaruit kunnen we kijken of de pony iets meer naar het achterbeen toe kan bewegen. Dus dat hij zijn gewicht een beetje meer verplaatst naar zijn achterbenen in plaats van naar zijn voorbenen. Waardoor dat de manier van bewegen nog een beetje ruimer kan worden in plaats van kortere, snellere passen. Wat er ook mee te maken heeft is hoe ze de voet aan de beugel heeft. Ze steunt nu een beetje op de tenen. En dan kiep je ook eerder wat meer met je gewicht naar je tenen toe. Dus ik zou graag de positie van haar voet ietsjes verder in de beugel willen tot aan de bal van haar voet. Dat maakt het namelijk makkelijker om niet te kiepen en dus ook makkelijker om de rug te ontspannen. Nou, er zijn heel veel dingen al heel netjes, dus het zullen geen hele grote verschillen worden. Maar we gaan eens even kijken of dat we toch een verschil kunnen geven wat toch goed te zien is. Oké. Okay. Hele workout is erbij, joh. Huh? Zeg, hele workout krijgen ze erbij. Ja. Je mag even op het krukje komen zitten. Met je hoofd, ik doe mijn cap eventjes af. Met je hoofd die kant op. Doe maar alsof het je pony is. En ga maar zitten zoals je op je pony zit. Hier zie je een deuk. Ja. Kun je dat zien? Probeer nu eens om dus de navel een beetje naar achteren te doen, zodat deze deuk recht komt. Ja. Eigenlijk maar een kleine beweging. Ja, je hoeft er geen hele grote beweging voor te maken. Maar voel je het verschil in spierspanning? Ja, hier is hij los. Ja, en hier, bij je buikspieren komt nu een beetje meer spiertonus. Voel je dat? Nou, dat wil ik graag. Omdat als je, doe nog eens je rug wat strakker en wat holler. Als je net zat, dus hier weer een deukje, voel je dat je dan wat harder naar beneden drukt met je zitbeenknobbels. Je zit, ja. En wat gebeurt er dan? Dan druk je dus eigenlijk de rug van je pony een beetje weg. Zo. En dan komt zijn hoofd omhoog. Ja. Op het moment dat je dus wat zachter gaat zitten, minder hard duwt met je zit, dan kan je pony zijn rug juist naar jou toe laten komen. En dan komt zijn hoofd omhoog. Dan wordt hij naar geven. Probeer maar eens die neutrale zit, waarbij dat je rug recht is en los is, door je navel een beetje aan te zoeken. Net een beeld bij je navel. Ja, oké. Okay. Voor je kijken. Zo. Hoe voelt dit nu voor jou? Ja, mijn buikspieren vind ik wel. Oké. Okay. En voelt het voorover of voelt het misschien een beetje los of voelt het juist wel lekker? Oh, buikspieren vinden het niet zo leuk. Maar... Oké. Okay. Je hoeft ze ook niet heel hard aan te spannen. Een beetje is genoeg. Het is meer alsof je ze stand-by zet, zodat ze klaar zijn om aan het werk te gaan, dan dat ze de hele tijd echt aanstaan. Ja?
Ja. En dan mag je heel klein beetje naar voren komen. Zo. Goed zo. Oké. Okay. Pak ik één. Ik heb wel mooie haar aan. Zeker. Stond er aan. Het wordt wel steeds spannender hier. En dan gaan we even rijden. Zo, ik ga even de beweging van je pony nadoen, met name in galop. En dan zie je eigenlijk tot waar beweeg jij nu als ik dit zo doe. Wil je dat zeggen? Ja. Ik zou je schouder een beetje losser willen doen, want ik moet je een beetje meetrekken om te bewegen. En je schouder zit zo gewricht, net als hier. Ja, dus dat kan scharnieren. En probeer maar eens om dus die schouder tot hier zo te laten scharnieren. Ja. Nu gaat je hele lichaam mee als ik aan je arm trek. Mm-hmm. Ja, probeer je lichaam eens stil te houden en dit zo te laten bewegen. Ja, goed. Nou doen we het even met teugels. Kijk. Nou kan ik veel fijner doorlopen. Ja, en doe ze nou weer eens strakker. En nu maak je een rem. Ja. En daarom moet je eindig galop zoveel drijven, omdat je schouders nog een beetje remmen. Ja. En weer los. Kijk, nou wordt hij veel makkelijker, hè? Ja. Wil je dat verschil? Ja. En dat heeft dus te maken ook met als je je rug hol maakt, dan wordt het vanzelf al strakker. En als je je rug ontspant, dan wordt je schouder vanzelf losser. Wil je dat? Ja. En dan wil ik je nog één dingetje laten voelen, want jouw rug wordt eerder hol, omdat je op je teen steunt. Kom maar even op de grond staan, alsof je op je paard zit. Ging heel soepel. Ja. Doe maar eens een rijhouding. Dus even een slagje draaien, dat we de zijkant kunnen zien. Ja, goed zo. Oké. Okay. En leun nu maar eens een beetje op je tenen. Ja. Wat gebeurt er nu met je rug? Hol. Hol. En waarom? Wat zou er gebeuren als je rug, als je daar blijft staan en je zijkant? Mijn rug gaat dan een beetje naar achter, omdat ik ervoor al. Ja, dus je moet je rug hol maken om niet helemaal naar voren te kukelen, zeg maar. Ja. Daar is even op je tenen staan. Mag ik je een duwtje geven? Ja. Hop. Ja. En nou je gewicht wat meer naar je hakken. Dat kan niet meer. Dat is spierpijn. Ja. Leuk als een gaatje korter. Ik weet het al. Zo, ja. Ja, zo, goed zo. En weer je rug los door je buik aan te spannen. En nog meer naar je hakken toe. Ja, zo. Wil je hoe stevig die is? Ja. Krijg je niet meer van je plek af. Maar dan ga ik toch op mijn tenen leunen. Als ik je duw? Ja. Ja, dan ga je nog een beetje van je hakken naar je tenen. Ja. Probeer maar eens om echt bij je hakken, met je gewicht boven je hakken te blijven. Ja, zo. Ja. Lage ademhaling. Buikspieren lichtjes aanspannen. Ja, goed zo. Kijk. Nou wordt het makkelijker, hè? Ja. Dan heb je je zwaartepunt nog een beetje laten zakken. En ga nu eens naar je tenen toe. Alsof, ze, hè, alsof je je beugel aan je tenen hebt. Hop. Ja. Ja. Probeer maar eens op je pony, dus je beugel iets verder aan je voet. Buikspieren lichtjes aangespannen, niet te hard, zodat de rug recht en los wordt. En dan die schouders naar hier. Ja? Ja. Het is veel om aan te denken, maar het heeft allemaal met elkaar te maken. Ja. Ja! Probeer met je pony het gevoel op te zoeken zoals je net op de grond stond. Ja. Dus hier bij deze rand zit de bal van je voet. Zorg dat daar. Toch wel praktische laarzen dan? Ja. Ja. Sommigen hebben zelfs een versteviging hier. En dan zitten de mensen toch nog met hier bij hun tenen, zeg maar. Oh. Zo, je hakken een beetje naar buiten draaien, lukt dat? Daar. Oké, okay, andere kant ook. Ja, die zit goed. En dan je gewicht een beetje boven je hakken. De buikspieren lichtjes aanspannen. En dan hier een deukje uit je rug. Daar een beetje naar voren. Zo, en je pomp blijft in staan. Ja, dus dit blijft hier en dan je ribbenkast een beetje eroverheen. En dan zie je dus dat hier de deuk weggaat. Ja, dus hier is je bekken. Ja. Hier is je ribbenkast. Ja. En jij maakt tussen je bekken en je ribbenkast maak jij een deukje. Doe eens hoe je normaal zit. Zo zit je normaal. Ja. Ja. En dan ga je dus eigenlijk je ribbenkast een beetje over je bekken heen rollen. En je navel gaat een beetje terug. Deze nog een beetje daar. Kijk, en nou is het deukje weg. En dan voel je dus dat je buikspieren vanzelf al ietsjes meer aangespannen zijn. Ja. En je rug is los. Ja. Ja? Nou, en dan van daaruit ga je dus die arm laten scharnieren met de beweging van je pony mee. Ja. Probeer dat eerst maar eens in stap. En stap heeft een pony ook veel beweging.
En als dat goed gaat, gaan we dadelijk even de galop doen. Ja. En dan ook een lage ademhaling, zodat je, weet je wat je zwaartepunt is? Ja, je middelpunt van je lichaam, dat eigenlijk dichter naar je pony toe zakt. Probeer dat maar eens. Goed. Probeer, Kim, om nu je voeten eigenlijk wat te laten zakken op je hele benen, alsof je met je voeten op de grond staat. En daarmee het gevoel opzoeken waar ik jou net niet van je plek af kon duwen. Daar, goed zo. En dan je bovenlichaam weer mee en lekker los. Ja, zorg ook dat dat stukje tussen je ribbenkast en je bekken, dat lekker meescharniert met je pony. Ja, heel klein beetje naar voren nog met je ribbenkast. Ja, zo, goed zo. En dan lekker los in je schouders scharnieren. Bijna, alsof je bijna met je schouders zijn hoofd naar voren wilt duwen iedere keer. Ja, nou zijn ze los. Daar, zo, ja. En voel je wat er gebeurt nu met je pony? Ja. Wat doet hij? Hij gaat een beetje van de hoofd naar beneden. Ja, dus hij wordt lichter in je hand. En wat nog meer? Ze loopt door. Ze loopt door. En ga nu eens op je oude manier zitten. Nou moet je al been geven. Ja. Zie je, nou ga je drijven. Ja. Terwijl als je niet remt, hoef je ook geen gas meer te geven. Ja. Ja, dus zoek maar weer de goede houding op. Ja, weer ietsjes naar voren toe en probeer maar, want dat voelt natuurlijk voor jou een beetje raar, want jij denkt nu dat je voorover zit, denk ik, hè? Ja, weet je wel. Nou ja, je hebt de spiegel om het te controleren, maar wat ik nog veel belangrijker vind, controleer het maar aan je pony. Dus daarnet voelde je dat hij mooi licht werd, hij is nu ook weer, maar als je voelt van nou, hij is nog net niet helemaal lichter geworden, probeer dan maar eens gewoon of je misschien nog een beetje naar voren moet. Of nog een beetje losser in je rug. Of nog een beetje losser in je schouders. Ja, gebruik je pony maar als instructeur. Ja. Ja, en je voeten op de grond. Goed zo. En dan met je schouders duw je. Maak je een duwende beweging richting zijn hoofd. Dus je hoeft de teugels niet los te gooien. Maar jouw hele beweging moet wel richting de mond van je pony gaan. En als je je rug hol maakt, dan gaan je handen ook eerder naar jezelf toe. En voor je pony is dat dus remmend. Ja. Goed zo. Juist. Doe dat maar eens even zo oefenen. En dan minder drijven. Hè? Als je niet meer remt, hoef je minder te drijven. Alleen als je echt wil dat hij harder gaat, dan drijf je even. En probeer voor de rest weer gewoon je voeten lekker op de grond te houden. Dat kan natuurlijk niet echt, maar hè, zoals je daar net op de grond stond. Ja, goed zo. En weer duwen vanuit je schouder. Ietsjes naar voren toe. Ja, kijk, want daar wordt je schouder los. Voel je dat? Hè, dus ja. Er is een positie waarin dat jouw schouder het makkelijkste kan scharnieren. En dat is precies recht. En als je een beetje achterover leunt, dan gaan je schouders al eerder op slot. Voel je dat daar? Ja. Ja, goed zo. Kim. Oké. Kim. Weer net als 6 uur rechtop is. Snap je dan wat ik bedoel met een minuutje naar voren? 1 minuutje? Een beetje naar voren. 1 minuut, ja. Klein tikje naar voren. Daar, want daar kan die weer lichter worden. Voel je? Ja. En dan met je handen niet te veel naar je toe, maar juist van hem af. En als hij dan niet meer naargevend is, eerst een beetje de benen aansluiten. Zo, hou je ellebogen gebogen. Ja, goed zo. Even wachten tot hij daar weer zakt. Dat gaat hij dadelijk wel weer doen. Zo ja, je hand inderdaad een beetje sluiten. Dus daar kan je wel je handen wat dicht sluiten. Maar zonder dat je heel erg je hand naar je toe haalt. En drijven met je kuiten. Goed je kuiten aangesloten houden. Juist. Voel je dat hij daar op je kuiten al wat meer ontspant? Ja. Nog een keer. Huh? Ja, gewoon eerst even met je been. Even dat hij daar weer naar die naargevelijkheid komt. Goed zo. Zo, ja. Hier, dat is met je been. En kijk uit dat je daar weer niet te sterk in je rug en je bovenlichaam wordt. Maak jezelf maar weer wat losser in je rug. Ja, en weer kuit. Juist. Oké, en vanuit je schouders mooi die handen wegduwen.
Los in je schouders. Kijk, nou is het los. Voel je? Ja. Daar, ja. Daar, ja. Goed zo. Zo, ja. Oké, zullen we eens eventjes naar de galop toe werken? Ja. Oké, draaf maar aan. En galoppeer maar aan als je klaar bent. Ik ga even een keer aan galoppen. Oh ja, mag ook. Oh, even andere galop. Oké, en ga nu maar eens oefenen op dus je rug mooi los en je vanuit je schouders mooi duwen. En dan wegduwen in het ritme van de galop en je bovenlichaam wat meer iets naar voren toe. Hè, want je hebt nu weer een knikje in je rug. Juist. Zo, kijken waar je naartoe wil sturen. Goed zo. Kuit omhoog, zachtjes in contact. Goed. Zo ja, weer los in je rug. Juist. En dan mag je zachtjes je hand even sluiten als die niet nagevelijk is. Maar blijf ondertussen met je schouders wel los. Dus alleen je vingers gebruikt en je schouders blijven los. Ja, dan maken we maar weer even wat nagevelijk. Kijk, dat, daar zie je het stukje wat ik bedoel, dat als je hem na wil laten geven, dat het dan wat remmend wordt. Ja, dus probeer in het na laten geven, zo, toch nog mee naar voren te blijven. Dit is goed. Ja, en heb de schaal er iets meer zitten, alsof je voor hem uit gaat zitten, in plaats van dat je achter hem aankomt. Ja, zo ja. Nog een keer? Ja. Ja, lastig hè. Doe nog maar een keer. Voor hem uit in plaats van achter hem aan. Dit is goed. Juist. Ja. En lekker los in je rug. Hè? Waar we net met Tessa ook mee bezig waren. Dat je met je onderrug de galopbeweging maakt om het ritme aan te geven. Juist. Goed zo. Daar, ja. En dat hij dat even een beetje raar vindt, is normaal, dat is niet erg. Kijk of je weer wat na kan laten. Kijk of je weer wat na kan laten geven. Maar blijf daarbij los in je rug en los in je schouder. En heeft hij tot de andere hand? Ja. Goed. Doe dat eens overdreven met je zit, zo echt zo die scoopbeweging met je onderrug. Ja, kijk, dit is goed, dit is niet overdreven, dit is goed. Ja, en dan laat je hem nageven, maar je schouders blijven los. Dus alleen je vingers gebruiken, zonder dat je schouders zwak worden. En blijf voor hem uit denken, hè? Niet achter hem aan, maar voor hem uit. Goed zo, daar. Halfweer gaan we door. Ja, laten we maar weer ietsjes nageven. Ja, goed, even de benen bij. Zo, dan eerst maar even een draf. Maak hem een draf eventjes fijn en dan doen we nog één klein stukje galop. Maar sommige stukken vindt hij dat ook weer moeilijk en dan ben je je aanleiding juist een beetje kwijt, omdat je pony daar moeilijk krijgt. Ja, dus ook je pony moet je daar gewoon rustig de tijd geven om daar ook een beetje aan te wennen dat jij losser wordt. Ja, uiteindelijk wordt het daar beter van, maar het is voor je pony wel iets waar die zich ook even aan moet aanpassen. Kijk maar of dat hij weer iets gerevelijker wil worden. En
let op, als je dat doet, dat je veel been gebruikt en weinig hand. En als je hand gebruikt, zo, dat je dus je schouders nog steeds los houdt en dat je alleen met je handen even sluit om dat te begrenzen. Dat is heel netjes gedaan. He, daar zie ik eigenlijk aan jou bijna niks veranderen en toch komt je pony naar gelukkig. Doe dat nog maar een keer. Veel been, een beetje hand. Juist. Ja, goed gereden. Zie je? Nou, nou gebeurt het eigenlijk bijna vanzelf. Kom je dat? Ja. Goed zo. En probeer dat op deze manier nog maar eens een keer in galop. Vooruit denken in plaats van achter hem aan. Goed je onderrug bewegen. Neem die achterbenen mee onder je door. Tel je handen maar ietsje hoger op. Ja, en dan ga je weer met veel been en weinig hand en die hand goed gedragen houden. En dan ga je naar de naargeestelijkheid rijden. Juist, zo. Zo even buiten rijden, alleen je hand een beetje sluiten. Ook je linkerhand. Ook je linkerhand. Ja, goed zo. En been. Juist, sluit een beetje door. Sluit een klein beetje door met je handen. En dan als je ontspant, ontspan jij ook weer. En been daar, hè? Daar mag je nog even je been gebruiken. Ja. Ja. En dan daar even juist lekker wat teugel bij geven. Niet helemaal losgooien in één keer, maar wel voelen dat, laten voelen dat hij naar beneden kan. Ja, goed geregeld. Goed zo, daar. En dat zijn ook de stukken waar hij makkelijker door kan gaan lopen. Goed zo. En dan is die been hier heel mooi lang. Hier even niet meer, maar dan had hij ook een beetje been nodig. Dus goed gevoeld. Ja, en als het dan fijn is, probeer jezelf ook weer wat rustiger te worden met je been. Ja, heel been. Handen sluiten, handen iets hoger. Knik in je elleboog. Kijk, goed, goed. Ja, mooi stukje, Kim. En weer je handen iets hoger. Ja, en dan je hand sluiten een beetje. Goed zo, sluit een beetje door met je been erbij. Ja, hou ze hoog genoeg, hè, dat je jezelf niet te strak maakt. Ja. En sluit maar door. Ja. Hou die knip in je ellebogen. Juist, daar. Goed. Ja. En dan iets meer zelf indraaien in je volder. Want nou draait hij omdat daar de muur staat. Neem hem iets meer mee in de draai van je zit. Draaien, 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 draaien. Probeer het op de binnenhoefslag uit te komen. Kun je nog één rondje volhouden? Ja. Oké, even op de binnenhoefslag uitkomen. Dus draaien, draaien, draaien. Draaien, scherper draaien. Kijken draaien, goed. En nu weer die knik in je ellebogen. Juist. En nog één keer naar die naargeestelijkheid. En als die fijn is, mag je naar draf en naar stap. Help hem maar met je been. Niet te laag in je hoofd. Goed, goed. Juist. Goed gedaan, denk ik. Goed gedaan. Daar. Mooi vanuit je been. Voel je dat? Ja. En wij doen maar rustig naar de stap. Even een lekker rondje zo weer draf. Dus kijk uit, Kim, dat je handen, hè, dus die losse schouder, dat betekent ook dat je je handen niet te laag moet zetten, want als je arm recht wordt, wordt die strak. En als je dus je arm gebogen houdt, wordt alles los. Dan worden je ellebogen los, dan worden je schouders los. Ja, en dat maakt ook het verschil of dat hij kan ontspannen of dat hij met zijn hoofd omhoog loopt. Ja, als jouw hand te laag is, dan ontspant hij niet meer, dan wordt hij juist strak, dan wordt je pony strak. Ja? Hier ook, hou je ellebogen gebogen. Ja, goed zo. Weer dat minuutje naar voren toe. Dus je rug mooi los. Je rug mooi lang, je rug mooi los. En denk voor hem uit in plaats van achter hem aan. Juist. Ja, goed zo. Ja, en dan je benen weer mooi naar de grond. Probeer als alles goed is. Kijk, dan gaat het nu nog langzamer, hè, maar dat moet je leren. Dat jij je been kan laten hangen en dat hij toch door blijft lopen. Probeer maar weer je voeten naar de grond.
Ja, en met je zit blijf je het ritme aangeven. En ja, goed zo. En denk dus voor hem uit in plaats van achter hem aan. Dit wordt fijn. Goed zo. Goed zo, kijk maar. Ah, mooi. Ja. En dan als hij dus de nagevelijkheid kwijtraakt, mag je even een beetje been geven. Ja, en dan daarna dat been ook weer een keer eraf kunnen halen. Dat je hem de kans geeft om zelf door te lopen zonder dat je drijft. En dat, ja, dat lukt dan misschien nog niet altijd. Maar dan drijf je er even gauw opnieuw en toch weer dat been eraf. Oké, even rondje pauze. Let hier even kijken naar deze. Nou, dan de zetcursus. Kim, vond jij het leuk? Ja. Ik ook. Ja, super gewerkt allebei. Je kan het. Dit is gepaard met een lach. Wil je meer weten, kijk dan hier beneden in de beschrijving. En voor vereniging Eigen Paard staat de link ook in de beschrijving. Dank je wel gekeken. Doei!